maandag op Snapchat. Freek, ja. Wat zijn we aan het doen? We zijn bezig met de merchandise. Wat leuk. Ja. T-shirt 1. T-shirt 2. En dit is mijn favoriet. T-shirt 3. 3, 3. Wauw. Dinsdag op Snapchat. Dit is de plek waar vorig jaar de pano's steeds hadden staan. En waar we hem dit jaar ook gaan plaatsen. Daar, om precies te zijn. Voor de pano's steeds heb je nodig een berg cocaïne, een DJ Boot, twee pistolen. En een ledscherm. Van de tekentafel nu op weg naar Enkhuizen, M2 printing. Even kijken hoe zij omgaan met een berg cocaïne van 16 meter hoog. Ik ga nu laten zien hoe het werkt. Heel vet. Nick Sonneveld, die mede verantwoordelijk is voor de berg cocaïne van de Penose States. Hoi Nick. Hoi. Top. Exitil. Heel fijn. Ben, wat zijn we aan het doen? Ik ben een berg cocaïne aan het printen op een stuk hout. Dat doe je goed. Ja, top hè. Wauw. Goed manager. Woensdag op Snapchat. Gisteren heb ik jullie voorgesteld aan Nick, die verantwoordelijk is voor de berg cocaïne. Eerder hebben jullie al kennis gemaakt met Freek. En dit is mijn hond Damaris. En vandaag ga ik jullie voorstellen aan Jesse. En Jesse is ervoor verantwoordelijk dat ik... Nou ja, Jesse vertelt zelf maar. Nou, ik heb zojuist geregeld dat Jeroen en Freek morgen naar Schotland vliegen om naar bij Rebellion op bezoek te gaan in de studio. Hoe gaan we dat dus? Jullie gaan daar. Top, dat zien jullie morgen inderdaad. Dankjewel. Donderdag op Snapchat. Goeiedag. Mijn dag is begonnen. Straks naar Rebellion, naar Schotland vliegen. Heel veel zin in. Maar eerst even een rondje lopen met de hond. Douchen, ontbijten en dan naar Schiphol. Jesse brengt ons nu even naar Schiphol. Wij hebben er zin in. Jess gaat gewoon zo weer heel erg hard aan het werk voor... Waarvoor eigenlijk? Voor kracht, Jeroen. Voor kracht. Kijk. Zeker. Dat is mooi. Maar daarover natuurlijk later weer meer van Jesse kant uit. Even kijken waar we moeten zijn. Vertrek al 2. Het vliegtuig. Opstijgen. Mooi uitzicht. En landen. Net aangekomen in Edinburgh met de mannen van Rebellion. Hey. Hey, yo guys. Ik sta nu voor de studio van Rebellion en ik heb voor hen een aantal vragen. Wat kunnen we van ze verwachten op Kraal Festival? Daarnaast wil ik graag weten of ze 15 oktober willen draaien op Reckless in de Elementenstraat. Hell yeah! Fuck yeah! Wie is hun grootste held? Daarom. Yo. Yo Thijs, ik heb een vraag. De jongens van Rebellion, daar zit ik nu mee. En die willen heel graag met jou draaien. Een 2 uur lang durende set, want jij bent echt hun held. Zou je dat willen? Ja, natuurlijk. Lijkt me leuk. Vet. Top, dan ga ik dat doorgeven. Dankjewel Thijs. Ja, let's go! Fuck yeah! First we destroyed fucking Defcon, now we're gonna destroy Kraft. Boom! Be there. En vrijdag, de weeksluiting.